jonge atlete Marie komt tijdens een dip in haar carrière uitrusten op het appartement van haar vriend, op Linkeroever. Maar dan ontdekt ze dat de vorige huurster verdwenen is. Het is een beetje een mix tussen een liefdesverhaal en een psychologische thriller. Het is een brok en die buiten zijn nagestort. Elk begin is een nieuw einde. Een duistere film die verwijst naar oude volksverhalen over het vroegere Linkeroever. De plek voor iedereen die in de stad Antwerpen niet welkom was. En die nog altijd die sfeer uitademt, vindt regisseur Pieter van Hees. Ik weet niet of je al op Linkeroever geweest bent, maar als je daar voor de eerste keer komt, is het een heel rare, bevreemdende sfeer. Maar het is tegelijk ook heel mooi en tegelijk heel raar. Ik weet dat ergens mensen zich keihard aan het amuseren zijn, maar jij zit daar nooit bij. Ik denk dat iedereen van onze generatie dat gevoel heeft. Het was een fantastische samenwerking. Ik heb ook het gevoel dat Pieter eigenlijk een geboren regisseur is. Omdat we ondanks de productionele moeilijkheden die je hebt met een beperkt budget, weinig draaidagen, is dat nooit ten koste gegaan van zijn werk. Linkeroever is vernieuwende Vlaamse film door de sfeer en het experimentele camerawerk. De filmploeg van Linkeroever stelt zich op aan het strand van Sint Anna in Antwerpen voor een romantische scène tussen de twee hoofdrolspelers van de film. Een scène vrij vroeg in het begin van de film, waarin Marie en Bobby eigenlijk elkaar voor de eerste keer voor de eerste keer een nacht met elkaar hebben doorgebracht. En dit is het moment daarna dat ze samen op het prachtige strand met het schitterende uitzicht op de Antwerpse industrie even komen om buiten. En actie. Blijf gewoon bij mij. Ik zou wel wereld leren kennen waar niemand van wist dat ze bestonden. Linkeroever vertelt het verhaal van een jonge atlete die geveld wordt door een blessure en daardoor veroordeeld is tot enkele maanden platte rust in een appartement op Linkeroever, waar ze lugubere dingen meemaakt. Niet toevallig koos de regisseur uit Brussel voor Linkeroever als locatie. Het is een beetje een bevreemdende film. Het is voor iemand zichzelf een beetje verliest. Marie, een jong meisje. En dit lukt ons een heel geschikte plek om u alleen, eenzaam en verward te voelen. Dat regisseur steeds vaker voor Antwerpen als filmset kiezen, heeft ook een praktische reden. Alle acteurs wonen hier, dus dan kunnen die langer slapen en zo. Maar volgens Schoenaerts, zelf een Antwerpenaar, heeft luiheid er niets mee te maken. Een van de redenen zal sowieso zijn dat Antwerpen een stad is met heel veel gezichten. Het is ook een heel oude stad. Dus je hebt echt nog middeleeuwse delen van Antwerpen. Je hebt heel moderne delen, je hebt heel verlaten delen, je hebt heel industriële delen. Dus er zijn heel veel sferen te vinden in Antwerpen. Linkeroever komt begin 2008 in de zalen. Tell her, baby!